De polykliniek van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst in Kampong Baru, Saramaka, heeft een renovatiebeurt gekregen. Vandaag is de poly op feestelijke wijze opgeleverd in het bijzijn van RGD-directeur Edwin Noordzee. Het initiatief komt van het districtscommissariaat onder leiding van Lakshmi Narayan Dubé. In zijn toespraak zei Dubé dat in de jaren 80 in alle resorten polyklinieken zijn gebouwd. Echter zijn ze nooit onderhouden en gemoderniseerd. De DC is dan ook blij dat hij zonder geldsmiddelen in staat is geweest de renovatie van het gebouw waar te maken. Er was geen parkeerplaats. De schutting was ietsje verder voor hen die de poly kennen. Ik heb toen gezegd, waar gaan die mensen, zo'n mooie poly, grote poly, waar gaan die mensen parkeren? Bij winkel, hoe heet het, H&A. Die man gaat problemen maken, daar is er een zebrapad. Je mag binnen een bepaalde straal van een zebrapad niet op straat parkeren. Hoe gaan we dat doen? Oké, we hebben geen grote parkeerplaats kunnen bouwen, maar er ligt eentje hier en zeker 4, 5 auto's kunnen netjes geparkeerd worden, misschien 6, 7. Maar we hebben ook duikers laten uitbreiden en er is een parkeerplaats voor het personeel gekomen, zodat het personeel hier vrij laat. Hier is voor de cliënten. Het personeel gaat lekker achterin parkeren, want eenmaal ze hier zijn, ze hoeven niet in en uit, dus tot 3 uur mogen die auto's daar blijven. Ik heb iets verkeerds gezegd. In elk geval, die dingen zijn meegenomen en ik ben blij. De RGD zal op haar beurt zorgen voor een permanente arts op deze poli. 13 jaar lang moest er steeds een arts vanuit Groningen afreizen om de bewoners van dit gebied bij te staan. Nu behoort dit tot de verleden tijd, benadrukt Noordzee. Dit is een voorbeeld van onvoorwaardelijke samenwerking wat aan ons als RGD is aangeboden, wat we ook hebben aangegrepen. Daarom sta ik ook samen met alle anderen hier ook trots vandaag om ook Kampong Baru te zeggen dat ze vanaf 1 juli een permanente arts hier hebben en dat daarmee het team van de arts in Saramaka die al die tijd 4 is geweest, nu uitgebreid is naar 5. Dus dokter Mohan, u bent nog steeds de RGD-arts, dus al uw invloeden in al de klinieken is nog aanwezig. Wees u niet bang. Maar ik vraag om dan op te staan, want ik moet u overtuigen dat u een arts heeft, toch? Ja. Heeft de arts in de zaal? Ja. Dokter Amotar? Ja. Oké. Okay. RGD-directeur Edwin Noordzee. Hij sprak vanmorgen bij de oplevering van de gerenoveerde poli in Kampong Baru, Saramaka. NDP-parlementariër Naomi Samidin, die ook aanwezig was bij deze gelegenheid, vroeg ook de aandacht voor de onbemenste polyklinieken te Boskamp en La Provincia.